Hallo allemaal. Welkom bij dit webinar, Arbo en Preventie in Crisistijd, op deze stralende dag. Mijn naam is Willem-Jan Beens, directeur van VCAM Education. En ik vind het fijn dat we in deze moeilijke tijd, in deze crisistijd, iets kunnen betekenen voor elkaar. Vandaar dit webinar. Volgende week is er weer een webinar. Dat gaat over... Hallo allemaal. Welkom over auditen in de praktijk. Webinar. Hallo allemaal. En via de chat zal ik de link delen, waar je je dan ook voor kunt aanmelden. Deze stralende dag. Mijn naam is Willem-Jan Beens. Ik heb intussen ook even nog de directeur van VCAM Education. Livestream aanstaan voor YouTube, dus vandaar dat het even wat echoot, maar dat is inmiddels ook opgelost. Een paar tips. We zijn met meer dan 200 aanmeldingen. Dat is hartstikke leuk. Vandaar dat we even vragen van, nou, weet je, laat de video uit. Zet je camera even uit. Dat maakt het wat makkelijker. De microfoons staan al uit. Dat betekent dat vragen of opmerkingen kan je delen via de chat. En dat vind je onder in de balk. Er staat een knop chat. Als je daar klikt, dan kun je chatten. Of in de groep, of je kunt mij persoonlijk chatten. We kunnen niet alle vragen beantwoorden, ga ik vrezen, omdat we met zoveel deelnemers zijn. We gaan ons uiterste best doen om jullie zo goed mogelijk te helpen. Maar het kan zijn dat jouw vraag niet beantwoord wordt. Dan gaan we kijken of we op een later moment daar nog iets aan kunnen doen. Tot slot nog één tip. In het scherm bovenin kun je kiezen voor speaker view of voor gallery view. Dat zit een beetje rechts bovenin je scherm. En het is wel aardig om te kijken, als je hem op speaker view zet, dan zie je degene die spreekt in het beeld, volledig in het beeld. En dan zie je alle andere tegeltjes of heel klein of niet. Dat is denk ik wat prettiger om dit webinar te volgen. Ik wens jou heel veel leerplezier, Antoine. Welkom ook hierbij. Leuk dat jij dit wil gaan doen met ons. Dat vind ik echt tof. De vloer is voor jou. Succes. Ja, dankjewel Willem-Jan. Ik zal eerst eventjes de presentatie overnemen. Zodat ik in ieder geval wat makkelijker door de presentatie heen kan bladeren. En zodat ik in ieder geval zelf het tempo kan bepalen waarin de sheets voorbij komen. Dat is denk ik voor iedereen een stuk prettiger. Goed, ja, vandaag een webinar. Willem-Jan zei het al. Een rare tijd, een moeilijke tijd voor alles en iedereen, denk ik. Maar weet je, het is niet zozeer om te leren vandaag. Ik wil jullie met name inspireren. Dus ik wil niet tot op het bot gaan ten aanzien van web en wet en regelgeving. En wat staat er nou exact in de wet? Ik ga daar natuurlijk wel bij stilstaan. Maar zeker wil ik met jullie meenemen van, oké, en waar... Ja, wat kun je allemaal? Nou, wat gaan we doen? We gaan eerst een rondje Arbo en Preventie in crisistijd op het werk doen. Daarna doen we even een korte vragenronde. Zodat de vragen, die allemaal via de chat alsjeblieft, dat is het handigste. En dan zal Willem-Jan proberen die vragen te clusteren en dan te zorgen dat jullie die daadwerkelijk beantwoord krijgen. Normaal, we kunnen zeker niet alle vragen gaan beantwoorden. En dan als tweede blokje, Arbo en Preventie in crisistijd, thuiswerken. Ook daar waren heel veel vragen over, dus daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. Goed, laten we beginnen met Arbo en Preventie in crisistijd. Nou, ja, de bottomline is van, blijft de Arbo-wet van toepassing in crisistijd? Nou, volmondig kunnen we zeggen ja. Zijn er uitzonderingen? Jazeker, er zijn uitzonderingen. Defensiepersoneel ten tijde van oorlog, oorlogsgevaar en allerlei andere dingen, met dat er een oefening is. Dan geldt beperkt de Arbo-wet, maar in principe geldt dan het Arbo-besluit 1829 geldt dan gewoon niet. De Arbo-wet is dan niet van toepassing. Dan de politie en de brandweer. In principe normaal de Arbo-wet. Maar als ze bepaalde taken moeten uitvoeren en de Arbo-wet zou dan in de weg staan om mensen te kunnen redden of mensen te kunnen arresteren of allerlei andere dingen te moeten doen, dan wordt de Arbo even buitenspel gezet. Maar voor ons, als stervelingen hier op deze aardkorst, dan wij moeten gewoon voldoen aan de Arbo-wet. En dat blijft ook in crisistijd. De volgende. Wat gaan we doen? Business as usual? Nou, weet je, dat gaat niet. We hebben allerlei spelregels met elkaar afgesproken. Dus de vraag is even, kunnen we doorgaan zoals we het altijd gedaan hebben? Voor een overgroot deel, ja, zeg ik ja. Moeten we vooral doorgaan zoals we het nu hebben ingericht. Hè? Wat we hebben risico's, hebben we bepaald binnen ons bedrijf.
We hebben daar een prachtig verhaal van gemaakt, een RINE, een plan van aanpak. We hebben allerlei protocollen met elkaar afgesproken. Nou, die moeten we vooral blijven handhaven, denk ik. Maar we moeten gaan nadenken van, nou, wat kunnen we eventueel nog anders of nog meer? Moeten we de regels gaan oprekken? Ja, soms wel. Nee, soms niet. Moeten we nu toestaan dat iemand niet zijn helm opzet? Nou, dat moeten we vooral wel blijven doen. Welke regels moeten we wel oprekken? Nou, dat zijn de regels voor thuiswerken. Daar zal ik dadelijk in het tweede blokje zal ik daar wat bij stilstaan. En soms zullen we ook wat regels moeten gaan verbuigen. Niet zozeer oprekken, maar wel gaan verbuigen. Hè. We hebben bepaalde afspraken gemaakt binnen ons bedrijf van hoe we de bepaalde dingen doen. Nou, wat we dan wel kunnen zeggen van, nou, we zitten eigenlijk met de 1,5 meter economie. Ja, hoe gaan we dan om met de nu huidige regels? Moeten we die aanpassen? Moeten we die veranderen, ombuigen, et cetera? Moeten we onze acceptatie verleggen? Mijn volmondige antwoord is nee. Nee, wij moeten de acceptatie niet verleggen. Fout is fout, goed is goed. Daar ben ik heel helder in. Moeten we begrip hebben voor elkaar? Jazeker. Moeten we begrip hebben voor de situaties? Jazeker. Maar moeten we daarmee het acceptatie dat een bepaald risico aanwezig is en het daardoor groter of kleiner te maken? Nou, dat kleiner maken, dat is dan niet zo'n heel groot drama. Maar met name het groter maken, nou, dat moeten we vooral, denk ik, vooral niet willen. Dus acceptatie verleggen, nee, gaan we niet doen. Gaan we nieuwe dingen introduceren? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit een unieke gelegenheid is om met name nieuwe studies voor mensen te doen. Stel, je hebt een machine die op dit moment stilstaat en mensen moeten dan nog op ingeleerd worden. Nou, dan is dit een unieke gelegenheid, denk ik, om studies te doen, intern of extern. Je hebt nog iemand die je op moet leiden voor een bepaalde BRL of voor een bepaalde NEN-norm. Dit is de tijd. Mensen zitten toch waarschijnlijk thuis, hebben minder om handen. Dan is dit natuurlijk een prachtig iets om te doen. Nieuwe procedures introduceren. Nou, daar lijkt me geen goed plan. Tenzij ze te maken hebben met de 1,5 meter economie, dan moet je dat vooral doen. Maar nu totaal nieuwe procedures introduceren of werkwijzes. Nou, ik denk dat je daar een beetje van weg moet blijven. De mensen staan toch al onder druk. Mensen hebben toch allerlei dingen om handen die ze wel of niet moeten doen. Dus dat is een hele lastige. Dus dat moeten we, denk ik, vooral niet willen. Nou, en dan is de case, werken thuis of juist niet? Nou, dan grijp ik maar even terug op de regels van het RIVM en de regels van de overheid, de landelijke overheid. En die heeft eigenlijk een paar basisregels. De basisregel is van, als je thuis kan werken, moet je thuis werken. Blijf zoveel mogelijk thuis, tenzij het strikt noodzakelijk is voor een ommetje of in ieder geval in de buurt. En als het niet strikt noodzakelijk is, dan blijf je thuis. En dat is eigenlijk de regel. Dus ja, werken thuis, als het niet anders kan. Nou, dan gaan we daar even over hebben over de rol van ons als preventiemedewerker, van hoe we dat dan een invulling kunnen gaan geven. Goed, nou, we gaan eens kijken naar ABO en preventietijd en crisistijd op het werk. Nou, waar lopen we allemaal tegenaan? Als we als preventiemedewerker of als veiligheidskundige thuis aan het werk zijn, nou, dan hebben we in ieder geval te maken met verminderd toezicht. Hè. We kunnen niet onze veiligheidsrondjes lopen. Operationeel personeel kan dat natuurlijk wel, maar wij als veiligheidskundigen kunnen dat op dat moment dan niet. Kun je het oplossen? Jazeker wel, dat kun je oplossen. Ik heb vorige week nog een prachtige tour met teams gemaakt met een aantal medewerkers door de fabriek heen. En dat werkte eigenlijk prima. En ik moet zeggen, de mensen vonden het zelfs eigenlijk nog heel erg leuk. Je bent en gelijk in gesprek met de mensen en je kunt gelijk met alle dingen bij elkaar stilstaan. Superleuk om te doen. Dus ja, we hebben een probleem met verminderd toezicht. Is er een oplossing? Jazeker, daar kun je zeker iets mee doen. Nou ja, minder mensen, dat is wel een probleem. Bijvoorbeeld mensen van TD die storingen aan machines niet kunnen oplossen of reparatie niet kunnen uitvoeren. Daar hebben we echt een probleem mee. En daar zullen we echt een keuze in moeten maken. Is een machine nog wel veilig om mee te werken, ondanks het feit dat de reparatie op de rol staat? Ja, daar moet je in mee rekening houden. BHV, minder mensen. Hebben wij wel genoeg bedrijfshulpverleners op de werkvloer om bij eventuele calamiteiten in te grijpen? Is een probleem. Heb daar aandacht voor, alsjeblieft. Want ja, heel veel mensen worden naar huis toe gestuurd. We werken vaak met skeleton crews, hè, met zo min mogelijk mensen op een project. Daar kun je in de knoop komen met je BHV's. Dus hou daar alsjeblieft rekening mee. Waar we ook tegenaan lopen is een verlaagde productiviteit van medewerkers. Het is een rare situatie, zowel thuis als op het werk. Mensen zijn minder gemotiveerd, dus ja, weet je, dus ook denk daarover na. Misschien moet je niet 100% eisen van mensen, maar misschien 80% of 90% of 95%. Maar denk aan dat mensen minder
kunnen doen onder normale omstandigheden. Dit zijn rare situaties nogmaals en iedereen wordt hierdoor gegrepen, dus hou daar rekening mee. Je gaat minder produceren. Als je minder gaat produceren, kan dat consequenties hebben voor je productielijnen. Kan consequenties hebben voor je chemicaliënopslag. Kan consequenties hebben voor, nou, noem het allemaal maar op. Soms gaan bestellingen van chemicaliën gewoon door. En dan kom je gelijk op het tweede punt, dat je meer opslag gaat krijgen. Dus denk er ook aan dat je niet over je normeringen van de PGS 15 heen gaat. Houd daar rekening mee. Als je op dit moment gewoon activiteitenbesluit bent, PGS 15, nou, dan mag je vaak opslaan tot 10 ton. Ga je over die 10 ton heen, ja, dan heb je vaak een uitdaging en dan kom je vaak in andere wet en regelgeving terecht. Dus hou daar rekening mee dat je het verminderen van productie, maar ook de hoeveelheid opslag kan consequenties hebben. Probeer dat te bedenken wat dat voor consequenties heeft op veiligheidsgebied. Ten aanzien van milieu, maar ook ten aanzien van veiligheid. Bezoekers op locatie. Moet dat? Ik zou zeggen, probeer bezoekers zoveel mogelijk te mijden. Moet er een monteur komen om een machine te repareren? Dan moet je hem vooral toelaten. Geen enkel probleem. Maar hou dan wel in acht de anderhalve meter economie. Dus probeer het zo te organiseren dat die man dus ongestoord zijn werk kan doen op anderhalve meter afstand. Dus ga werkplekken afzetten. Ga nog meer mensen informeren. Als je een werkvergunningensysteem hebt, neem daarin op dat mensen goed de werkplek afzetten, zodat mensen niet benaderbaar zijn en dat je op een andere manier mensen benadert in plaats van naar mensen toe lopen. Dat is evenwel een ding waar je in de gaten moet houden. Maar voor de verdere rest zou ik zeggen, probeer alle bezoekers zoveel mogelijk te mijden. Audits, ik heb ook wat vragen voorbij zien komen in de vragenlijst over audits. Ik ben zelf ook auditor bij DNVGL. Wij doen op dit moment de audits zoveel mogelijk op afstand. Dus vanaf huis gaan we het audit doen. Gaan we gewoon met mensen rondlopen op camera's, daar waar het kan. Op het moment dat je op EX-gebied zit, hè, dus explosie- en stof-explosiegebied, ja, dan valt het niet mee, want dan moet je wel met een EX-telefoon gaan rondlopen. Maar in normale omstandigheden kan je met een telefoon prima je best doen en kun je best leuke resultaten halen. Dus bezoekers, ik zou zeggen, zoveel mogelijk mijden en proberen zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Dat lost ook een kort probleem op, dus hou ze buiten de deur. Buitendienstmedewerkers, bij andere bedrijven, burgers. Ja, we hebben ook servicemonteurs, die moeten naar onze klanten. Hoe gaan we daarmee om? Nou, ook daar geldt weer, ga kijken of het noodzakelijk is dat we daadwerkelijk gaan repareren op die locatie, vooral bij burgers. Als het niet strikt noodzakelijk is, zou ik zeggen, probeer daar weg te blijven. Moeten dingen gerepareerd worden, maak dan vooraf telefonisch afspraken met de burger van hoe gaan we dit doen? Hè? Hoe gaan we binnenkomen? Welke maatregelen nemen we in acht? Gaan we ontsmetten? Blijven de mensen uit mijn buurt? Hoe gaan we om met kinderen die daar ook rondlopen? Dus probeer ook daar de anderhalve meter economie in acht te nemen. En dat kun je voorkomen door op voorhand heel duidelijk afspraak te maken. Is dat meer werk? Ja, dat is meer werk. Maar dat voorkomt, denk ik, uiteindelijk aan het einde van de rit bij de mensen waardoor je ontvangen wordt, wel een hoop vragen en een hoop discussie. Dus op voorhand duidelijke afspraken maken met burgers. Nou, bij andere bedrijven geldt eigenlijk hetzelfde. Alleen die bedrijven zullen zelf ook ingericht zijn op de anderhalve meter economie. Dus zal daar het probleem wat minder prangend spelen. Maar maak vooraf afspraken. Op het moment dat je buitendienstmedewerkers ergens naartoe stuurt, laat ze afspraken maken. Dat mogen ze zelf doen. Kan via een binnendienst gebeuren. Maar maak afspraken van hoe gaan we acteren. Willen mensen handschoentjes aan? Prima. Dan moet je ze als werkgever, moet je ze die dan ook leveren. Zie het als een PBM. PBM's zijn verplicht te leveren. Dus ook de beschermingsmiddelen van mensen. Motivatie van medewerkers. Ja, daar hebben we het al een beetje over gehad. Ja, die zal lager zijn. Misschien hebben ze wel zieken thuis. Denk er goed aan dat mensen ook een gezin thuis hebben met kinderen die thuis rondlopen. Nou, de basisscholen gaan ook nu in 2 weken weer open. Dat zal in ieder geval een hoop druk weghalen, denk ik, bij gezinnen. Maar ik kijk maar naar mezelf. Ik werk zelf thuis. Mijn vrouw, die directeur van de scholengemeenschap is, die werkt op dit moment ook thuis. Ja, en dat levert soms wel eens problemen op. We kunnen nergens heen. Dus ook daar gaat de druk thuis toenemen. En hou er rekening mee dat de motivatie van mensen zal tegengaan. Dus dat, ook daar moet je gewoon aandacht voor hebben. Ik ga daar later dadelijk bij het bespreken van PSA, bij thuiswerken, ga ik daar nog wel even over op in. Vergeet ook niet de financiële problematieken. Want bedrijven zullen straks minder middelen hebben. Ja, dan kun je ze ook minder investeren. Betekent ook dat soms veiligheidsproblematieken langer zullen blijven bestaan, omdat de investeringen gewoon stomweg niet gedaan kunnen hebben.
Sterker nog, ik denk dat door deze hele coronacrisis het ook bedrijven gaan omvallen. Dus er gaan bedrijven in dusdanig financiële problemen komen. Dat ze misschien zelfs wel failliet gaan of ze een chance van betaling moeten aanvragen. Hou daar ook rekening mee. Ook daar vinger aan de pols als veiligheidskundige. Want op het moment dat een bedrijf op omvallen staat, ja, dan maakt een kat in het nauw rare sprongen. Ja, en dan loop je het risico dat leidinggevende of directeuren wat vreemde beslissingen nemen, die ook een behoorlijke consequentie kunnen hebben op het veiligheidsgebeuren binnen jouw bedrijf. Goed, ik zie alle vragen via de chat zie ik al binnenkomen. Ik zie ze zelf niet. Willem-Jan die zit waarschijnlijk allemaal netjes te compacteren, allemaal in één vraag. Goed, anderhalve meter op het werk. Hoe gaan we daarmee om? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik kan niet zeggen bedrijf A moet dit, bedrijf C moet zus. Dat is heel lastig. Ik kan wel een aantal dingen meegeven van goh, probeer nou eens creatief te denken. Jullie bedrijven hebben meerdere in- en uitgangen. Ja, ik weet het, een nooduitgang is alleen maar te gebruiken bij nood. Maar ik denk op dit moment, en daar moeten we creatief in zijn, ga bijvoorbeeld ook nooduitgangen gebruiken als in- en uitgang. Is niet de bedoeling, normaal gesproken. Maar in dit geval probeer een soort eenrichtingsverkeer te krijgen. Dat de mensen via één deur binnenkomen en via een andere deur naar buiten. Zodat mensen niet op elkaar stroppen bij het in- en naar buiten gaan. Geef dat ook duidelijk aan met een bebording. Hè. Het kan heel simpel, plastificeer wat A4'tjes met pijlen. Hang die op aan kettingen of aan borden. Het hoeft allemaal geen heel veel geld te kosten. Daar kun je denk ik heel simpel in zijn. Dus denk ook aan eenrichtingsverkeer. Het verbaast me overigens dat ik bijvoorbeeld in de supermarkt rondloop, dat daar geen inrichtingsverkeer is ingesteld. Bepaalde gangen worden dan wel afgeschermd, maar geen inrichtingsverkeer. Nou, zou in principe ook gewoon in de supermarkt prima passen. Zou bijvoorbeeld ook in een kantoorsituatie prima passen. Probeer ook daar inrichtingsverkeer in te stellen. Ik was gisteren toevallig heel even bij de Bever. Want ja, of soms ook wel ook als mens wel eens een keer uit. Ik zit op dit moment op 15 vierkante meter. En ja, dan wil je wel eens een keer wat doen. Dus ik was gisteren bij de Bever. En ook daar hebben ze keurig netjes in Tilburg inrichtingsverkeer ingesteld. Super gaaf om te zien. En meer mogelijkheden. Spreid de aanvangs- en einde diensttijden. Laat een ploeg van kantoor om 7 uur beginnen. De andere om 8 uur, de andere om 9 uur. Zodat je een wat meer gemêleerd publiek krijgt die op geschette tijden wel of niet binnenkomen. Zodat je niet alles in één keer binnenkrijgt. Dat zou kunnen werken. Dat geldt ook voor je operationeel personeel. Want ook producties gaan vaak ook gewoon door. En ook daar kun je wellicht spelen met de aanvang en einde diensttijd. Kijk, op het moment dat je in ploegen werkt, bijvoorbeeld 5 ploegendienst of 3 ploegendienst, ja, dan houdt dat verhaal natuurlijk al heel snel op. Want daar valt spreiden van diensttijden natuurlijk niet mee. Maar goed, daar waar je de mogelijkheden hebt, probeer daar creatief te zijn. Zet werkplek af. Je kunt lint gebruiken, schermen. Je kunt bureaus op een andere manier neerzetten. Dat is best af en toe een gedoe. Maar daarmee kun je wel voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar in de buurt komen. Probeer ook bureaus bij ingangen zo neer te zetten of bij deuren, dat als mensen binnenkomen, dat ze niet gelijk tegen je stoel aanlopen of tegen je scherm aanlopen. Zodat in ieder geval die anderhalve meter grens in ieder geval netjes blijft gewaarborgd. Dat betekent af en toe een keer slepen met bureaus. Maar goed, ook dat kan heel erg leuk zijn met de mensen om eens na te denken. Zeker in de groep, en ik zal daar ook dadelijk wel mee eindigen. Laat het ook een initiatief van de groep zijn. Probeer niet alles zelf voor te kouwen, maar laat de groep zelf nadenken van hoe gaan we hiermee om? Gebruik gebroken pauzemomenten. Ik was laatst bij een bedrijf, en daar liep ik ook met de camera rond. En die zeggen tegen mij, goh Antoine, dit is de pauze. En dan hebben ze keurig netjes. Met lint hebben ze op de pauzeplaats hebben ze gewoon de tafel in anderhalve meter plekken gedeeld. Is dat gezellig? Nee, maar het is wel iets waar we denk ik aan moeten gaan voldoen. Dus in ieder geval een eis vanuit de overheid. Skeleton crew. Wat bedoel ik daarmee? Of gebroken pauzemomenten, ja, heb ik het ook gehad. Skeleton crew. Wat bedoel ik daarmee? Probeer met zo min mogelijk mensen op kantoor je werk te doen. Het kan best zo zijn dat je zegt, nou, ik heb 3 mensen op kantoor nodig, de rest kan thuiswerken. Laat dan die 3 mensen op kantoor eventueel roleren met de mensen die thuiswerken. Zodat ze dan toch de mensen het gevoel hebben, ik kom op mijn werk. En ik kan naar mijn werk toe. En waarbij we niet moeten, denk ik, willen dat mensen uit Groningen naar Utrecht rijden om daar op hun werk te zijn. Om daar allerlei dingen te doen. Nou, probeer daar naar de wens van de werknemer te luisteren. En ga kijken van, hoe ga ik daarmee om? Dus probeer ook een skeleton crew principe toe te passen. Instellen van gebroken verschoven diensten. Dat is voor de HR-mensen onder ons denk ik misschien wel een goede tip. Daarmee hoef je niet naar de OR toe. Op het moment dat je ploegendiensten gaat inrichten wel, dan moet je naar de OR en moet je mensen ook extra gaan betalen. Maar bij gebroken en verschoven diensten
hoeft dat niet. En ben je wel als ondernemer wat vrijer in. Dus ook daar kun je spelen. Sluit een beetje aan bij die aanvangst- en einddiensttijden. Dan zou je bijvoorbeeld één ploeg zou je om 6 uur kunnen laten beginnen. Bijvoorbeeld tot 2 uur. En dan de andere ploeg laat je om 11 uur 's morgens beginnen. En dan tot 's avonds wel later. Dat geeft wat minder druk op de aanwezigheid van de mensen in zijn totaliteit. Onderhoud buiten productieuren. Ben ook daar creatief in. Als er inderdaad groot onderhoud moet gebeuren aan een machine, wat je normaal gesproken tijdens productieuren zou doen, ja, probeer dat eens een keer te plannen op een ander moment. Niet lullig bedoeld, maar het is niet zo dat alle TD-bedrijven dan allemaal maar 's avonds moeten komen. Maar je kunt ook zeggen van nou, we gaan de productie voor deze ochtend gaan we totaal ontruimen. En dan kan die onderhoud aan die machine kan deze hele ochtend gebruiken. En onze mensen gaan dan 's avonds aan het werk. Of de TD'er doet 's avonds zijn werk. Probeer ook daar mee aan te gaan. Ja, en dan een lijfspreuk van mezelf, altijd belangrijk. De kunst van het weglaten. Denk goed na van, wat kan ik allemaal weglaten over die 1,5 meter op het werk. Om ervoor te zorgen dat die 1,5 meter ook daadwerkelijk werkelijkheid kan worden. Dus denk niet in negativiteit, denk niet in onmogelijkheden, maar denk juist in mogelijkheden en probeer samen met de groep, en dat laatste wil ik benadrukken, samen met de groep te bedenken van oké, en hoe kunnen we dit nou op een praktische, goede manier vormgeven? En laat dan de oplossing van de groep ook de oplossing zijn die jij beschrijft. Je moet er wel voor zwaken tot er geen gekke dingen gebeuren, maar dat zou dan prima kunnen. Goed, ik kijk even naar de tijd, want anders ga ik te lang over mijn tijd heen. Maar ik zal proberen netjes mijn tijd te halen. Beschermingsmiddelen. Nou, heel duidelijk, handhaaf huidige PBM's. Ik ga daar niet mee lopen leuren. Zeg niet van, dit hoeft nou ineens niet meer. Gewoon die handhaven die je normaal altijd voorgeschreven had. Het coronavirus, ja, de opnameroute, en daar moeten we denk ik goed over nadenken. De opnameroute is voornamelijk via de longen, niezen, hoesten, contactoppervlakken, via de slijmvliezen. Als je al maatregelen wil nemen, ik zeg niet dat je maatregelen moet nemen, als je maatregelen neemt, denk dan aan de opnameroutes. Nou, wat pas je toe? Desinfectiemiddel. Als je een middel gaat toepassen wat je nog nooit eerder gebruikt hebt, denk eraan dat je de veiligheidskaarten op orde hebt. Ga ook het desinfectiemiddel goed beoordelen of je niet iets koopt wat niet oké is. Als je al mondkapjes gebruikt, denk eraan de FFP2 of de 3. Dat zijn de mondkapjes die je moet gebruiken. Laat je nou niet in de luren leggen door iets te kopen wat geen kenmerk heeft. Maar deze mondmaskertjes moeten het zijn als je ze überhaupt al wil gaan gebruiken. Ik ben er persoonlijk geen voorstander van. Want in principe zouden de werkzaamheden dusdanig uitgevoerd moeten kunnen worden dat ze in principe niet gebruikt hoeven worden. Hetzelfde geldt voor spatbrillen of spatschermen als die al niet tot de huidige PBM's behoren. Dus ook daar geen, naar mijn idee, niet per se een extra veiligheidsmaatregel. Wat wel een aandachtspunt misschien is, maar dat is eigenlijk altijd wel, let op kleding. Zorg dat kleding op tijd gewassen wordt en het liefst kleding op het werk laten. Dat is zonder meer altijd al zo, maar het liefst in principe gewoon op het werk laten en zorg dat er een wasprotocol komt. Maar let erop, en PBM's, maar dat geldt altijd, het is alleen een reductie van risico's. Ook bij corona, denk eraan, het is alleen een reductie van risico's. Je kan nog steeds ziek worden als je al deze maatregelen toepast. Dus pas op met beschermingsmiddelen. Ja, toepassen, zeker als het ongerustheid van de mensen weghaalt. Maar, naar mijn idee, moeten de werkzaamheden gewoon kunnen gebeuren zonder beschermingsmiddelen. In de zorg is dat natuurlijk heel anders. Als je echt in contact komt met mensen. Maar wij moeten juist proberen niet in contact te komen met mensen. En dan heb je deze middelen in principe niet nodig. Maar dat is een mening van mij. Normaal, zoals ik vooraf aankondigde, ik ga hier niet de waarheid lopen verkondigen of wat allemaal in wet en regelgeving staat. Ik probeer samen met jullie praktisch over dingen na te denken. Goed, hoe blijf ik betrokken? Nou, en hoe kom ik in contact? Hoe moet ik een toolbox geven? Introductie nieuwe medewerkers. Nou, hoe blijf ik betrokken? Als je een productiebedrijf hebt en je bent daar de veiligheidskundige, dan moet je denk ik eens in de zoveel tijd daadwerkelijk op locatie komen en echt met de mensen gaan praten. 1,5 meter in oogschouw nemen. Je hoeft daar niet iedere dag te zijn, maar zorg er wel dat je zo nu en dan blijfelijk aanwezig bent, zodat je daar echt gezien kan worden. Dat is denk ik wel belangrijk. En normaal, het hoeft echt niet iedere dag. Tenzij je chef vindt dat dat is. Maar ga dan met mensen bellen. Ga video bellen. Dadelijk bij thuiswerken kom ik daar nog wel even op terug. Hoe kom ik in contact? Ook daar kom ik bij thuiswerken. Daar kom ik even op terug. Toolboxen geven. Nou, dat kan natuurlijk prima met een telefoon of met een Zoom afspraak. Zoals we het nu doen.
of met een Teams vergadering of met Skype, net wat je gebruiken wil. Dan kun je natuurlijk prima toolboxen geven. Daar lijkt me geen enkel probleem. Dan, introductie nieuwe medewerkers. Ook dat kan via Teams, dat kan ook via Skype, et cetera. Dus ook daar, mij betreft, kan het gewoon op afstand. En dat zou ik dan ook zeker proberen op het moment dat dat kan. Maar blijf nieuwe medewerkers arresteren en zorg ervoor dat je ze nu en dan naar je toe haalt om uit te leggen hoe daadwerkelijk op je bedrijf wil werken. Goed, nou, als je al maatregelen wil nemen, denk dan aan arbeidshygiënestrategie. Eerst de bron, dan collectief, dan individueel en dan pas PBM's. Denk eraan, dat is de volgorde die we toepassen veiligheidskundig. Vastleggen, RI1 PvdA, ja, dat kan. Je kunt die RI1 aanpassen, heeft niet mijn voorkeur, maar het kan wel. Want dat betekent dat je later, als het na corona is, is dat je dus je RI1 weer terug naar het oude niveau moet brengen. Dus je met allerlei middelen, met zaken dat je moet laten toetsen, et cetera, et cetera. Maar ook de OR heeft in principe instemmingsrecht. Maar het kan wel. Naar mijn idee zou het beste zijn om gewoon TRA's te maken. Om taakrisicoanalyses toe te passen, daar de risico's in te wegen. En dan te kijken, oké, welke maatregelen passen hier nu het beste bij? En als je al nieuwe protocollen hebt of nieuwe werkwijzers, dan zou ik ze vastleggen in je arbo-management systeem. Mocht je dat hebben, dat kan een ISO 45001 systeem zijn, maar ook nog een ander systeem. Dus naar gelang dat je wil gebruiken. Ja, als je dingen gaat wijzigen, je gaat echt dingen behoorlijk wijzigen, je gaat echt dingen anders doen. Denk dan aan de MOC-procedure, de Management of Change. Ik denk dat die heel belangrijk is dat je die toepast. Mocht je die niet hebben, informeer eens bij een aantal collega-bedrijven of bij veiligheidskundigen in jouw kennissenkring. Ongetwijfeld heeft een van hun een goede MOC-procedure. En die kun je dan gelijk implementeren in je bedrijf en gelijk gaan gebruiken. Dus dat is even ten aanzien van, als je maatregelen wil en je wil ze vastleggen, dan is dit denk ik de manier. Maar goed, dan nog even kort iets over openbaar en privévervoer. Basisregel, blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten als het nodig is. Dus reis alleen met het openbaar vervoer als het echt niet anders kan. Dat is ook de regel van de overheid. Dus daar proberen we al vast te houden. Dan, gewoon privévervoer. De auto's. Mag ik met twee mensen in een auto zitten als er geen huisgenoten zijn? Antwoord is, nee, dat mag niet. Dus dat is de basisafspraak. Doe je dat in verband met werk? Overleg met je chef, want in principe mag het niet. Het is alleen zo dat de politie niet handhavend optreedt, dus je krijgt er geen boete voor. Dus je zult niet aangehouden worden. Dat maakt het wel heel verleidelijk om het wel te gaan doen met twee mensen op een bus te rijden. Ik zeg, niet doen. Laten we gewoon luisteren naar de overheid en die anderhalve economie, meter economie, gewoon netjes ons daaraan houden. Dan, de tweede vraag. Mijn baas wil dat we met drie mensen in de werkbus naar het werk gaan. Mag dat? Nee, dat mag niet. Sterker nog, op het moment dat je met drie mensen in de auto zit, of het nou een privéauto is of een auto met belettering, dat maakt niet uit. En je bent niet van hetzelfde gezin, je bent dus echt drie afzonderlijke werknemers, die werken voor een baas, dan krijg je boete, €400 en je boete en je baas krijgt een boete van €4350. Dus niet doen, als het echt noodzakelijk is, dan een andere oplossing bedenken. Er zijn meer dan genoeg creatieve oplossingen bedenkbaar naar mijn idee. Goed. Dan, ik heb hier even de site bijgezet. Je kunt op www.rivm.nl, www.overheid.nl, daar staan heel veel goede tips. En op de politie. Ook de politie die heeft heel veel zaken over corona en vervoer op zijn website staan. Dus dit is een mooi linkje. Beroepsgoedenvervoer. Nou weet ik dat gisteren is er het een en ander veranderd. Dus wat hier staat, weet ik niet of dat nou exact waar is. Ik kon 1, 2, 3 vanmorgen niet achterhalen wat nu de exacte wijziging was. Ik wil je daarvoor graag verwijzen naar de site van het FNV. Ik heb die hieronder ook opgenomen. Of even te kijken op de site van TLN, Transport en Logistiek Nederland. Want ik denk dat die vanaf morgen hun site al bijgewerkt zullen hebben. Maar in ieder geval nu, dubbele bemande wagen, dus twee chauffeurs op een wagen. Ja, dat mag. Maar alleen bij noodzakelijke werkzaamheden, als het echt niet anders kan. En met maatregelen, dus hou daar rekening mee. En de rijtijden werden tijdelijk aangepast, maar alleen voor noodzakelijk transport. Dan moet je denken aan voeding, aan spullen voor ziekenhuizen, dat soort zaken. Maar ook ambulancevervoer en dat soort zaken. Dat valt hier allemaal onder. Dus rondrijden met boutjes en moertjes en allerlei andere zaken, nee, dat gaan we dus niet doen. Daar geldt deze regel dus daar niet voor. En dat is gewoon normaal, de rij- en rusttijdenwet. Maar hier is die tijdelijk even aangepast. Goed, nou Willem-Jan, dan geef ik jou het woord met de vragen. Ik ben benieuwd. Ja, mooi verhaal zo, Antoine. Ik denk in een
Dus, ja, een sneltrein vaart wel heel veel informatie natuurlijk. Ik pak even wat vragen erbij. Leuk dat er wat vragen gesteld worden. Probeer zoveel mogelijk te volgen. Het kan natuurlijk zijn, omdat ik nu ook vooral die chat zit te volgen, dat jij het misschien al wel behandeld hebt. Oh, zo kunnen. En ik graag nog een keer gaan stellen, maar we gaan het gewoon proberen. Even iets over van Fabian, die zegt van nou, ik loop tegen een probleem aan. Dat sommige medewerkers niet echt thuis willen werken. Hè. Die zeggen van, ik voel me eenzaam of het is juist te druk, et cetera. Nou, en de BRV'ers daar, die willen juist liever wel thuis werken. En de vraag is dan nu, als er mensen ondanks advies van het management toch moedwillig naar de zaak komen, moeten dan de BRV'ers ook voor deze mensen naar de zaak komen? Kan je daar wat mee, Antoine? Ja, daar kan ik wel iets mee. Het is zo, de werkgever mag in principe iemand zeggen, jij moet thuis blijven of jij moet naar je werk komen. Daar heb je geen keuze in. De werkgever mag daar iets over zeggen. Ik heb het juridisch nog even getoetst gisteren, maar dat mag. Dus de werkgever mag daar iets over vinden. Goed, mensen blijven dan, komen dan toch naar het werk, ondanks het feit dat de baas gezegd heeft, je moet naar je werk. Het is zo, de BRV-organisatie moet op orde zijn. In de wet staat, in de ABO-besluit staat, dat er een bedrijfshulpverlening moet zijn georganiseerd. En die moet afgestemd zijn op het aantal mensen. Ja, en als er 20 mensen zijn en je hebt dan 1 BHV genoeg, dan is het prima. Maar heb je 400 mensen en 1 BHV, dan moet je je afvragen of dat voldoende is. Dus ja, je moet dan helaas naar het werk. Maar nogmaals, ik denk dat er een goed overleg met de werkgever besloten moet worden. Als iemand thuis moet werken, dan moet hij thuis werken. En denk aan de praktische oplossing. Probeer soms te roleren met andere collega's, zodat er in ieder geval skeleton crew is, maar toch daadwerkelijk dingen kunt doen. Ja, oké. Ik zie dat Fabian zegt, oké, pijnlijk, maar dank. Dus dat is mooi voor je antwoord. Ja. Oké. Andere vraag die we even uitpikken, dat is denk ik vooral het laatste deel ook van jouw presentatie. Was even van Jaske. En die zegt, nou, dat is wel lastig. 2 toezichthouders bij de gemeente of de mannen van de buitendienst die gezamenlijk naar een klus moeten. Dat is dan wel moeilijk te regelen. Waarbij ik me voor kan stellen, misschien kun je met verschillende auto's gaan. Maar wat vind jij ervan? Ja, als het moet, hè, je moet met 2 toezichthouders naar die klus, ja, dan moeten daar 2 mensen heen. Ik moet het uitspreken als Jeske. Neem me niet kwalijk. Hè. Bij deze weggezet, Jeske. Antoine, ga verder. Ja, nee, we moeten 1,5 meter in acht nemen. Dat is natuurlijk van groot belang. Ja, moet het met een auto? Kan toezichthouder bijvoorbeeld ook op de fiets? Het is prachtig weer nu. En zeggen, goh, stap op de fiets en ga toezicht houden op de fiets. En proberen dan 1,5 meter van elkaar te blijven. Dus probeer creatief te zijn. Ja, dat is mooi. Nou, vind ik wel een creatieve gedachte. Ik hoop dat Jeske daar verder mee komt. Hoeveel tijd hebben wij nog voor vragen tussendoor nu? Nou, wat mij betreft... Nog een paar? Het tweede deel van het verhaal is iets korter, dus we hebben nog wel wat tijd, hoor. Pakken we er nog een paar vragen bij. Even een korte vraag. Jij bent ook auditor en de vraag van Toby is, mag je auditors weigeren in deze tijd? Ja hoor. Boel, jij bent de werkgever, de organisatie bepaalt de auditor. En als jij wilt dat die auditor niet op jouw terrein komt, dan zeg je nou, het was heel leuk, maar dat gaan we niet doen. De Raad van Accreditatie heeft toegezegd dat alle audits op dit moment full remote mogen. Dus dat betekent dat je een volledige audit op afstand mag doen. En er is dus ook geen enkele reden van de certificerende instellingen om dat te kunnen weigeren. Want jij bent opdrachtgever als bedrijf, dus die mag je gewoon weigeren. Oké, nou ik hoop dat dat antwoord ook, voor mij is het duidelijk dat ook verder helpt. Van Roland een vraag. Die is veiligheidskundige bij een goederenspoorbedrijf. Volgens de Europese en Nederlandse wetgeving moeten medewerkers met elkaar meerijden om wegbekendheid op te doen. Dus wij moeten in verband met nieuw vervoer nieuwe mensen opleiden. Een cabine van een trein is geen 1,5 meter. Hoe kan dit? Of hoe kan dit te doen? Ja. Nou, dit is een van de hele mooie situaties dat we echt in een spagaat terecht gaan komen. En daar moeten we echt gaan nadenken. Oké, dan is de vraag 1 die ik dan stel. Moet het? Kunnen we het niet uitstellen tot na die periode? Nou, en als dat echt niet anders kan, ja, dan moeten we misschien dusdanig eventueel een scherm plaatsen. Of, nou, weet je, daar moet je over nadenken van, hoe gaan we daarmee om? Hè? Gaan we met mondkapjes werken? Gaan we met handschoenen werken? De regel is 1,5 meter.
Maar als het echt niet anders kan, ja, dan zul je een oplossing moeten bedenken om het mogelijk te maken. Hetzelfde geldt voor een dubbelbemand voertuig. Ja, twee chauffeurs, daar is een uitzondering voor gemaakt. En ik zou me zomaar voor kunnen stellen, nou ben ik in de spoorbranche niet zo heel goed thuis. Maar ik kan me voorstellen dat ook de branche spoor ook daar een uitzondering voor gemaakt heeft. Dus ik zou hem graag willen verwijzen naar de brancheorganisatie om eens te kijken van, leg die vraag daar eens neer. Want voor transport, voor beroepsgoederenvervoer is die er wel. Ja, dankjewel, zegt Roland. Graag gedaan. Ik zie nog even een aantal vragen die gaan over ook faciliteren en betalen. Ik zal er even twee uitpikken. Als werkgever verplicht thuis te werken, als de werkgever dat verplicht, moet dan de werkgever ook voor monitor en bureauzorg en ander thuiswerk faciliteren? En hoe zit het met de kosten voor thuiswerkplekken? Als kom ik van Lorien en van Arjan. Kom ik dadelijk met mijn tweede vraag aan het uitleggen. Oké, dan parkeren we die even, dan gaan we die eventjes... Ja, zullen we er nog eentje doen en dan verder gaan, Tom? Prima. Dus misschien even... Ja, de vraag van Loes. Ik begreep dat het thuiswerken officieel een advies tussen haakjes is van het RIVM, niet een harde regel, en een bedrijf dus niet verplicht is het te volgen. Klopt het dat een bedrijf dat zelf mag bepalen, ongeacht of thuiswerken kan? Nou, dat zit niet helemaal gelijk, voor een deel. De Nederlandse regering heeft gezegd, als je thuis kan werken, moet je thuiswerken. En dat zegt een eentje met hoofdletters. Dus ze hebben echt gezegd, je moet thuiswerken. Lees dat na op de RIVM-site en op de overheidssites. Als je thuis kan werken, moet je thuiswerken. En de werkgevers zijn verplicht dat... En dadelijk in mijn thuiswerkverhaal zal ik nog wel iets meer vertellen over welke spullen dan wel en betalingen. Ja, sorry, excuses beste mensen. Volgens mij zijn we weer terug. Ik maak jou even co-host, Antoine. En volgens mij moet het weer doen. Ja, volgens mij ook. Ja, mijn excuses. Ik werd even in de steek gelaten. Dat kan door allerlei hiccups zijn, maar ja. Ook met een aantal mensen zijn we wie we erin hangen. Excuses daarvoor. Ja, bij deze, we hebben even pauze gehad nu, we hebben even adem kunnen halen. Ga jij verder met het volgende blok, dan ga ik weer vragen verzamelen. Prima. Ik wil even kijken of ik nu weer beheerder ben en of ik nu weer verder kan. Ja, we gaan het even weer... Oké, even wachten hoor. Kijk, Milene was al even aan het borrelen. Nou, dat komt goed uit. Even kijken hoor. Ik kan intussen wel even een vraag van Gerda beantwoorden, want die vraag heb ik zelf ook gehad. Die vroeg van, mag je mensen verplichten om vakantie op te nemen? Nou, volgens mij mag dat niet. Je kunt ze het alleen adviseren of stimuleren, maar je mag niet verplichten om te zeggen, nou neem nu maar je vakantie op en dan heb je de rest van het jaar niks meer. Dus volgens mij mag dat niet. Nee. Maar goed, dat is een HRM-vraag, dat is geen ABO-vraag. Sorry, maar misschien hebben wij toch een klein beetje kunnen helpen dan. Ja, nee, prima, uitstekend. Succes, Antoine. Ja, oké, dan ga ik weer proberen te kijken of ik weer verder kom. Ja, je bent erin, hè? Succes. Ja, nou, daar gaan we. Het tweede blokje. Arbo en preventie, crisistijd, thuiswerken. Ik heb behoorlijk mijn huiswerk moeten doen. Want het is echt best een lastig hoofdstuk. Ik heb eerst even uitgezocht van, mag een werkgever medewerkers dwingen om naar het werk te komen? Ja, dat mag. Maar alleen als het echt nodig is en met maatregelen. Dat is een vraag die we zojuist hebben beantwoord. De andere kant van de medaille is... Mag je medewerker dwingen om naar huis te gaan en daar te werken? Ja, dat mag ook. Sterker nog, dat is de basisregel. Dus daar moeten we ons in principe aan houden. En hoe lang dat blijft en hoe lang dat door blijft gaan, dat zullen we via de persconferenties moeten blijven volgen. Oké, thuiswerken volgens de wet. Ik pak even of we nou wel of geen corona hebben. Ik ga even uitleggen hoe het nou zit met thuiswerken. We hebben in Nederland de wet flexibel werken. Die is in 2016 is er gekomen en die is eigenlijk bedoeld om het thuiswerken te bevorderen. Het is geen recht van een medewerker om te zeggen, van, nou, vanaf morgen ben ik thuiswerken en klaar en hoeven verder niks meer te doen. Dus dat is niet aan de orde. Als er een afspraak ligt tussen werkgever en werknemer, dus gewoon een harde afspraak, je mag inderdaad 2 dagen in de week thuiswerken, dan is de thuiswerkplek ook een formele werkplek. En dat betekent dus dat die werkplek met alles erop en eraan de verantwoordelijkheid is van de werkgever. Wat hij niet hoeft te doen,
Allerlei zaken ten aanzien van nooduitgangen en brandmaatregelen. Maar je moet wel zorgen voor een ergonomische goede werkplek. Maar goed, wat nu als er die overeenkomst niet is? Nou, toen ben ik eens even in de jurisprudentie gaan graven. En toen ben ik uiteindelijk geland op een uitspraak van het Hof van Amsterdam van 2006. En daar is een werkgever aansprakelijk gesteld voor RSI-schade van een medewerker. Omdat hij dus een thuiswerkplek had. En dan is de vraag, is het dan een officiële thuiswerkplek in het kader van wet flexibel werken? Nou, dat is een lastige, want wet flexibel werken is pas in 2016 gekomen. Maar in ieder geval, de werkgever is in een bepaalde mate of volledig of in een bepaalde mate verantwoordelijk voor die thuiswerkplek. Dus hij moet daar iets mee doen. Nou, wat moet hij dan? In ieder geval de voorkeur heeft, en dan ga ik even naar de coronatijdperk. De regel is dan gewoon de werkplek inrichten conform het AI-blad blad 07. Daar staat beschreven kantoren, daar staat ook het inrichten van de werkplek. Dus ergonomisch, kunstverlichting, je moet onderbreken, je moet toezicht houden. Nou, dat moet je allemaal doen. Maar dat is eigenlijk ook al voor het coronatijdperk. De voorkeur heeft om een werkplek in te richten zodat die ergonomisch juist is. Op het moment dat we mensen naar huis sturen, moeten we dat doen. Gaat dat allemaal lukken? Nee, dat gaat niet lukken. Daar kan ik je in ieder geval een briefje geven. Maar ook daar moeten we denk ik ons richten op aandachtspunten als veiligheidskundigen. Wat we in ieder geval moeten doen, is dat, voorkomen dat mensen met laptops thuis gaan zitten werken. Zorg voor losse toetsenborden en muizen. Zorg ervoor dat de werkgever die gewoon betaalt en dat de mensen die kunnen aanschaffen. Klaar, dan ben je van die discussie af. Moet de werkgever dat? Dat is een moeilijke juridische vraag waar ik 1, 2, 3 niet het antwoord op kan vinden. Maar probeer daar creatief in te zijn met je werkgever. Als mensen inderdaad veel moeten werken thuis en ze hebben alleen maar een laptop, zorg er op zijn minst voor dat ze een los toetsenbord hebben, een losse muis en een laptop verhoger. Als ik naar mezelf kijk, ik zit nu ook gewoon met een stapeltje boeken en een schoenendoosje te werken. Weet je, dat werkt ook prima. Daar hoef je geen laptop verhoger voor te kopen. Maar met een beetje creatief nadenken, hoeft die laptop verhogen niet. Maar alsjeblieft wel een los toetsenbord en alsjeblieft een losse muis. Zodat mensen gewoon op een normale, fatsoenlijke manier thuis kunnen werken. Moeten we nou een NEN-stoel hebben die aan alle eisen voldoet? Daar gaan we niet halen. En daar moeten we ook niet op inzetten. Dat is een onhaalbare kaart. Wat je wel kan doen, is dat de medewerker tijdelijk zijn stoel ophaalt op het werk. Dus dat hij die meeneemt naar huis en dat hij die thuis gebruikt. Dat gaat voor een bureau natuurlijk niet lukken. Maar probeer wel aandacht te geven dat mensen niet op een of ander raar krukje zitten te werken. Maar gewoon op een fatsoenlijke tafel of een fatsoenlijk bureau. Voordat een werkgever gaat faciliteren in fatsoenlijke headsets of oortjes. Ik heb zelf die oortjes van Apple. Ja, die werken op zich prima. Maar ik kan me voorstellen als je heel de dag met oortjes in moet zitten. Dat ook niet altijd even prettig werkt. En dan zou een headset een stuk prettiger zijn. Vaak zijn die al op de werkvloer, zijn die voorradig. Dus probeer daaraan te denken dat je die gewoon kunt gebruiken. Ja, en weer als laatste, wees realistisch en gebruik gezond verstand. Mensen, in dit geval zullen wij de strijd niet voor de volle 100% gaan winnen. En dat moet ook niet, denk ik, niet willen. Tenzij dit aanhoudt tot volgend jaar juli, dan wordt het een heel ander verhaal. Daar is op dit moment geen zicht op, maar probeer er creatief in te zijn. Wees realistisch en kijk van wat is haalbaar. En als een stoel ophalen op het werk haalbaar is, moeten we dat organiseren. Als een headset op het bedrijf opgehaald kan worden, laat die dan ophalen door de mensen. Of stuur hem per post naar huis. Of doe het via een goederenvervoersdienst. Weet je, ben creatief, maar blijf wel realistisch. We kunnen niet eisen dat er gewoon een 100% perfecte werkplek thuis staat. Is gewoon niet haalbaar, moeten we denk ik ook niet willen. Nou, dat even over de thuiswerkplek. De wet en hoe we daar creatief en handig mee om zouden moeten kunnen gaan. Dan moet ik deze gebruiken. Ja. Even een stukje PSA. Medewerkers voelen zich alleen. We hoorden het net al voorbij komen. Dat is ook zo. Ik zal hier eerlijk zijn. Als ik naar mezelf kijk. Ik zit hier in een werkkamer met 15 vierkante meter. En ik voel me soms ook wel eens alleen. Nou ben ik een bewuste vrije vogel, dus ik ben ook wel gewend om alleen te werken. Ik ben ook wel een beetje een engelganger, daar voel ik me ook prettig bij. En bij heel veel medewerkers niet, die willen graag collega's zien. Nou, denk er dan aan dat je als mensen op kantoor moeten zijn, omdat het gewoon moet, probeer ik dan niet medewerkers te roeleren. Zodat mensen in ieder geval ook af en toe een keer het kantoor zien, mensen heel even kunnen werken
En even ergens anders zijn dan bij het gezin, bij de kinderen en de man die het ook nog thuis werkt. En daar een hoop stress van ervaren. Medewerkers ervaren werkdruk en stress. En dat is ook zo. Vaak minder mensen, andere omstandigheden. Vaak een werkgever die niet precies weet wat hij nou moet en hoe het gaat. De productie die door moet gaan. Een werkgever die niet wil accepteren dat mensen in plaats van 100% presteren, een keer 80% presteren. Ja, weet je, en dan gelijk weer het laatste, aan het volgende punt. Ja, de werkgever eist productiviteit. Mensen, dat gaat niet. Ik kijk naar mezelf. Wat ik normaal in een dag doe, doe ik nu ook niet in een dag. Hè. Ik ga toch even gezellig lunchen met mijn vrouw. En dat kost me in plaats van 20 minuten, kost me dat een uur. Ja, weet je, je bent gewoon niet zo productief. En ik denk dat je ook een gesprek moet gaan met de werkgever en heel duidelijk moet maken. Weet je, eis niet van de mensen het laatste beetje, het onderste uit de kan. Want uiteindelijk gaat dat de productiviteit niet ten goede komen. Dan het laatste, versnippering van werkuren. Ik ben ook daar creatief in als werkgever. Ik ken een dame in mijn directe omgeving, die heeft een contract van 20 uur. Ja, die zegt, normaal lukte dat prima. Dan ging ik naar mijn werk, ging de kinderen naar de kinderopvang en dan bolde dat we door en dan was het geen probleem. Nu zijn de kinderen thuis, man is thuis, zij is thuis, drukte van het gezin. En nou zegt ze, ja, nou sta ik 's morgens om 6 uur op, dan werk ik 2 uurtjes. En uiteindelijk doet ze wat ze normaal in 3 dagen doet, doet ze nu in 6 dagen. Is dat erg? Ja, dat kan heel vervelend zijn voor de werkgever. Aan de andere kant moeten we daar denk ik ook wel realistisch in zijn. Als die mensen daar vrijwillig een keuze in maken om de uren te versnipperen, en dat het niet anders kan vanwege de thuissituatie, laat het dan ook maar gebeuren. En ga dan niet proberen met een meetlat langs te staan van doet iedereen wel datgene wat hij moet doen. Je mag ook rekenen op de eerlijkheid van de mensen. En neem van mij aan, 98% van de mensen doet dat. Maken de mensen misbruik van de situatie? Jazeker. Ja, 100%. Maar dat deed ze op het werk ook al. Dus maak je daar niet te druk over. Richt jezelf op die 98% van de mensen die het goed willen doen. En ga daarmee in contact komen. Dan, hoe gaan we nou die mensen betrokken houden? We hebben het er net al even over gehad. Nou, dat kan je natuurlijk op afstand doen op het werk. Maar dat kan je ook doen vanaf thuis. Ga samenwerken met video. Met videoconferencing. Zoom, waar we nu mee werken. Met Skype, met Teams. Whatever. Maakt niet uit. Maar zorg ervoor dat ze elkaar daadwerkelijk kunnen zien. Laat ze grappige rollen uithalen met elkaar. Laat ze elkaar op mute zetten. Als de host vergeet zichzelf als host neer te zetten. En de host de microfoon uitgezet kan worden. Prima. Laat het gebeuren. Ik denk dat humor. Humor op de werkvloer is echt super belangrijk. Dat mensen daarmee kunnen spelen. Creëer vaste momenten. Mensen hebben, ik zeg altijd, rust, orde en regelmaat, reinheid. Daar zijn de 4 begrippen waar mensen zich aan vasthouden. Mensen willen een doel hebben om iets te doen. Dus geef mensen vaste momenten om digitaal samen te komen. Maar denk ook aan een digitale vrijdagmiddagborrel. Ik ken heel veel bedrijven die gewoon een digitale vrijdagmiddagborrel doen. Om 4 uur logt iedereen in een Teams. En zit iedereen met een 7-upje of een ranjatje of een wijntje of een biertje. Kan mij het schelen wat. Zit gewoon te proosten met elkaar. Gaan af en toe een keer samen nog even over een ander ding praten. Weet je, dat werkt. En dat kan en dat vinden de mensen prettig. Ook daarmee kun je denk ik een stukje werkstress en alle andere zaken kun je weghalen. Wat kun je meer doen? Informeer regelmatig met mensen. Bel ze. Bel nou, als je het vermoeden hebt dat mensen niet lekker in hun vel zitten, bel ze. Check even regelmatig. En als je een werkplek wil checken thuis, laat mensen dan via de telefoon zien van hoe zit je erbij. En probeer die mensen te helpen met datgene wat ze hebben. En dan kom ik gelijk bij het 4e punt. Heb begrip. Heb begrip voor de situaties. Ja, verminder de productiviteit. Stel grenzen. Ja, we gaan niet accepteren dat je in plaats van 100% 50% doet, maar geef wel ruimte. Dus motto voor deze tijd, en zeker voor thuiswerkers, is stel grenzen, maar geef ruimte. Ik denk dat heel belangrijk is. Onthoud die, maak daar een mantra van. Stel grenzen, geef ruimte. Dat geeft mensen ook duidelijkheid en eerlijkheid wat er van hun verwacht wordt. Ik vond het een mooie zin. Ik denk, die wil ik jullie niet onthouden. Ja, en doe eens gek. Ja, daar ben ik dan wel eens een keer van. Doe eens gek. Een aantal van mensen, jullie hebben mij wel eens een keer in de lessen live meegemaakt. Ja, doe eens gek. Plan eens een videomeeting met medewerkers en doe ze een korte activiteit, een energizer. Los een keer een puzzel op in groepen of doe ze een keer een kahootje. Het is gelijk een toolbox, het is gelijk een ander dingetje. Maak een selfie met het gezin. Doe eens creatiefs.
Ren naar beneden en zoek iets blauws. Ja, rennen vind ik dan weer geen goed idee, maar ben creatief. Maak er een grap van. Zorg dat mensen met iets anders bezig zijn als alleen dat saaie werk, inboeken van die facturen of het oplossen van die klantvraag. Als laatste, moet ik lunchwandelen aan? In de buurt natuurlijk. Ga tussen de middags even een balletje trappen met de kids. Hè? Een half uurtje. Prima. Doe dat nou gewoon. Voor die kinderen leuk, voor jezelf leuk en het hoofd is even leeg. Maak een ommetje voor de thuiswerkers. Hè? Ga s'avonds na het eten lekker naar buiten. Moet je natuurlijk al lang doen, maar een mooie gelegenheid om het te doen. Ook daar kun je weer iets creatiefs aan maken. Maak een fotowedstrijd voor thuiswerkers die een ommetje maken. Laat al die foto's op de intranetsite plaatsen. Allemaal creatieve dingen die je allemaal kan gebruiken om mensen uit te dagen eens iets anders te doen dan alleen maar dat werk, dat videoscreen en die 15 vierkante meter om ze heen. Ik zal heel eerlijk zijn, op dit moment, ik heb ook niet heel veel werk. Maar ik ben 's morgens ga ik werken, dan werk ik tot 12:30 en 's middags doe ik leuke dingen. Probeer het zo met je merk ook te doen. Tuurlijk moeten ze de hele dag bezig zijn voor het werk, maar dat half uurtje ballen met de kinderen kan prima. En iedereen wordt daar blij van. Ja, en als laatste, als allerlaatste, en ja, ik denk een aantal mensen weten het wel. Dus de baas met zijn stropdas aan, lekker klassiek. Hè. Wat zeuren jullie nu? Ik werk hier, jullie werken hier, we werken ook samen. Ik heb er nog een blikje ondergezet met team. Ja, mensen, zoals Rutte het zei, en Rutte is echt niet mijn favoriete minister-president. Hij is van de verkeerde partij, maar ieder zijn eigen ding. Maar weet je, hij zegt dat is heel belangrijk. Hij zegt, we moeten het doen met 17 miljoen mensen. En jullie moeten het doen met de mensen op het werk. Jullie moeten het samen opletten. Ik wil nogmaals nadrukken. Een RINE maak je samen. Het vinden van maatregelen doe je samen. Het inrichten van de werkplek doe je samen. Laat de medewerkers samen besluiten van hoe gaan we die 1,5 meter economie inrichten. Hoe gaan we dat samen doen? En laat die samen, dat ze hun besluiten wat de oplossing is. Probeer daar niet te veel te sturen, maar laat het hun oplossing zijn. Geef hun de eigen verantwoordelijkheid. Daarmee krijg je eigenaarschap. En dan weet je zeker dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja, en dan denk ik dat we er uiteindelijk samen sterker uitkomen. Dus dat laatste plaatje, misschien wel het belangrijkste plaatje van heel de sessie van vandaag. Dus samen, 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 samen. Dankjewel. Dankjewel, Antoine. Alsjeblieft. Een mooie sessie zo. Er zijn weer wat vragen binnengekomen. Even in het algemeen, de presentatie, de slides, die krijgen jullie in een mail komende week, uiterlijk komende week, als download. Dus dan kun je daar nog een keer downloaden. Er komt ook een terugkijklink. Dus dan kun je het nog eens even terugspoelen allemaal. Nu even naar een paar vragen, Antoine. Ja. Even van Vinke Broekske zegt van, mag je helemaal geen laptop gebruiken als dit je enige manier van werk is? Moet je altijd een los toetsenbord hebben? Ook als de werkgever dit niet nodig vindt. Dus ja, mag je geen laptop gebruiken en moet je altijd een los toetsenbord hebben? Ja, in arbeidsbesluit 510 staat heel duidelijk dat het verboden is om met een computer te werken waaraan het toetsenbord verbonden zit aan het beeldscherm. Dus op het moment dat je langdurig arbeid moet verrichten achter een laptop, dan is het arbeidsbesluit er heel duidelijk over dat is niet toegestaan. Dat was al niet toegestaan en dat blijft zo. Ja, heel concreet, Antoine, mooi. Je had het net ook al eventjes over thuiswerkplek. Nou, de vraag van Maaike, hoe kan je het beste controleren of werknemers de thuiswerkplek juist inrichten? En dan geef ze wat toelichting, we hebben middelen ter beschikking gesteld, maar de vraag of mensen dit goed gebruiken. Zou je een steekproef kunnen doen met videobellen of heb je andere tips? Nou ja, ik zou videobellen doen. Hè? Dus laat mensen hun werkplek daadwerkelijk zien. Laat ze daar foto's van maken. Of weet je, laat de kinderen foto's maken van de werkplek die je hebt ingericht. Terwijl er zelf bij zit. Dan betrek je de kinderen ook nog eens een keer. Ik denk dat ook heel erg leuk is. Er zijn verschillende tools op internet over het instellen van een werkplek. In de preventiemedewerkertraining Willem-Jan, daar zitten twee linkjes in. Die zou je misschien nog in de presentatie kunnen kopiëren. En dan kun je die mensen daar een keer naartoe googlen. Felix, en dan kunnen de medewerkers zelf kunnen dan toetsen of ze hun werkplek goed hebben ingesteld. Ga ik opzoeken. Gaan we verzamelen in de bonusmail, zeg maar. Ja. Mooi. Ja, ik zie je bedankt van Vinke Broeks over de vraag van net. Nathalie die vraagt, wij hebben een thuiswerkovereenkomst.
Dat is interessant, die hebben wij dus ook. Dat geeft wel een stuk duidelijkheid. Ja. Maar zeggen daarin dat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor de inrichting van de werkplek thuis. Dit moeten ze ondertekenen. Vang je dan de inrichting op of ben je nog steeds verantwoordelijk voor de thuiswerkplek? Als je een overeenkomst ligt, er ligt echt een overeenkomst, dan is het een formele werkplek. Ik heb het toevallig helemaal uitgekoud in die wet van 2016. Dan ben je als werkgever gewoon verantwoordelijk voor die werkplek. En ja, dat je die dan wel of niet gaat betalen, kun je dan samen overeenkomen. Het is niet handig om dat te ondertekenen overigens. Maar ja, weet je, maar de werkgever blijft verantwoordelijk. Het is zijn werkplek. Duidelijk, duidelijk antwoord, Antoine. Even kijken hoor. Even twee dingen in de gaten houden. Ja, is er ook een Engelse tool van die werkplekcheck? Ik denk dat Marcella bedoelt die links die jij net noemde. Is daar een Engelse variant van? Weet je dat zo? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Daar zou ik even naar op zoek moeten gaan. Maar ik ken hem zelf niet, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb wel een tijdje in Engeland wat jobs gedaan. Maar ik weet ook niet of de regels ook exact hetzelfde zijn in Engeland of in Engelstalige landen dan in Nederland. Daar kan ik geen eerlijk antwoord op geven. Geen idee. Oké, nou, dan moeten we die even parkeren. Maar ze kan zelf gewoon googlen op de site van de Engelse wetgever. En dan zal ze ongetwijfeld zo ergens niet tegenkomen. Ja. Zou een keer kunnen kijken op de website van België. www.ergonomie.be volgens mij. En daar staan vrij veel zaken uitgekoud ten aanzien van ergonomie. Die staat ook in de preventiemedewerkertraining. Die zou je er ook uit kunnen kopiëren. Oké, ja. Gaan we ook doen. Marcella voegt nog even toe. Het gaat om Nederland, maar het is een internationaal bedrijf. Maar daar blijft je antwoord denk ik hetzelfde van. Ja, ik richt me met name op Nederland. En ik ben niet zo bekend met exacte wet en regelgeving in het buitenland. In België wel, toevallig, omdat ik daar ook wat werk heb. Maar daar zijn dus de regels in principe hetzelfde als in Nederland. Ja, oké. Top. Vraag van Ralf. En hoe krijgen jullie, preventiemedewerkers, tussen haakjes, verbinding met het hogere, ook weer tussen haakjes, management? Ons management is al veel aan het bedenken, maar de preventiemedewerkers worden hier nauwelijks bij betrokken. Hebben jullie tips? Ja, daar heb ik zeker tips voor. Ik zou gewoon een afspraak maken met het MT. Eerst komen de MT-overleg, daar ga je jezelf gewoon uitnodigen voor een kwartiertje en daarna stap je erop. En dan ga je met het managementteam praten van, goh, ik ben preventiemedewerker, ik heb allerlei wettelijke taken die ik moet verrichten. En ik wil daar graag met jullie eens over brainwaven. Nou, er staat er op YouTube, dan zou ik heel even snel moeten kijken, daar zijn allerlei filmpjes. Beschikbaar op internet. Ook in de preventiemedewerkertraining heb ik een paar van die filmpjes zitten, die speciaal over de preventiemedewerker gaan en hoe je in contact komt met je MT. Ik kan even heel snel even kijken of ik die site kan vinden. Ik krijg net ook een tip van Carolina, ook bij InPreventie. Dat is ook een website, dus inpreventie.nl geloof ik even aan mijn hoofd. Daar kun je staan blijkbaar ook nog wat tips. Dus bij deze ook gedeeld. Dankjewel, Carolina. Ja, neem die ook in je mail, Willem-Jan. Ja. Ik maak even een notitie. Je kunt de chat 7 dadelijk, hè? Sorry? Je kunt de chat 7. Ja. Ja. Top. Even nog een vraag van Jeske. Ik hoop dat ik het nu wel goed uitspreek. Heel duidelijk wat de fysieke kant betreft, maar ik had graag toch naast het videobellen, vergaderen in Teams, nog de ultieme tip. Nou, misschien wordt dat de bonus dan, Antoine. Ultieme tip voor het helpen op afstand van mensen die eenzaam zijn, die zich eenzaam voelen. Omdat ze thuis ook alleen zijn of naar het werk gaan en naar het café hun enige sociale contact zijn. Dus heb je nog een tip voor hoe je mensen die eenzaam zijn ik zou zeggen, ga er naartoe. Maar ja, ik zit een beetje met de basisregel van de overheid in mijn maag. Die zegt, ja, alleen maar reizen als het strikt noodzakelijk is. En alleen naar buiten als het strikt noodzakelijk is. Dus ja, weet je, als we ons een beetje willen houden aan de regels van de overheid, ja, dan is het naar de mensen toe. Dus met name lijfelijk contact, ja, is natuurlijk een hele lastige. Dus ik heb geen ultieme tip, sorry. Nou, ik hoop dat we dan... Jammer dat we je niet verder kunnen. Misschien, Inka helpt je verder, Jenske. Op de Rijksoverheid staan hier voor tips. Er zijn hulpleiden die ze kunnen bellen. Nou, dat is in ieder geval toch de winst ook weer van dit mooie webinar, dat je elkaar kunt helpen.
Nou ja, weet je, videobellen of bellen, dat is natuurlijk min of meer hetzelfde. Maar die mensen zitten natuurlijk te wachten op lijfelijk contact. Ja. Ja, wat een ultieme tip zou kunnen zijn, is van, ja, heb je voor die mensen iets te doen op de site van het werk? Hè? Probeer die mensen roelerend in te zetten op het bedrijf. Dat zou een ultieme tip kunnen zijn, maar goed, die heb ik al een paar keer genoemd. Heel goed, heel goed. Fabian die deelt ook nog even een tip in de chat, dus die zouden jullie straks ook nog even kunnen bekijken over het preventie. Stel dat er een coronapatiënt op de zaak is geweest, wat moet je dan doen? Dus misschien interessant om ook de chat daar nog even op na te lezen voor de deelnemers. Okay. En ik zie ook nog een leuke tip over op laatst van Roland. Postkaarten versturen onder collega's, ook erg leuk. Dus bij deze ook gedeeld. Dankjewel allemaal. Eens kijken, we zullen er nog we lopen iets uit de tijd, maar vooruit. Hebben we nog wat bonustijd, Antoine? Ja hoor, geen probleem. Dan pakken we er nog, pakken we nog even een paar vragen uit. Dus er is ook een vraag gekomen, een paar keer zie ik over de thuiswerkovereenkomst of het thuiswerkreglement, hoe je het noemen wilt. Of daar voorbeelden van zijn. Wil jij daar iets over zeggen? Ja, het is eigenlijk een HR-aangelegenheid, niet echt een arbo-aangelegenheid. Je kunt, daar zijn wel wat voorbeelden van te vinden op internet. Als je daar googelt, dan vind je er wel een aantal. Maar het is geen arbo-aangelegenheid. Ik bemoei me daar eigenlijk verder nooit mee. Nee, oké. Okay. Nou, er zijn volgens mij via of de accountant of via HR-sites zijn dat op dit moment wel heel veel. Ja, HR-sites. Ja, heel veel voordelen, ja. Oké, even kijken. Nou, we hebben geprobeerd om de meeste vragen te beantwoorden. Ik ga nog even een check doen. Even kijken. Ralf, wij hebben mensen die op visite gaan bij mensen, interviews afnemen, face-to-face. Welke preventieve maatregelen adviseer jij? Dus dan ga ik er even vanuit dat Ralf doet dat niet anders kan. Wat zou je dan nog preventief kunnen doen? Het is in principe zo, hè? Als we de 1,5 meter in acht nemen, we gaan geen handen schudden. Als we de contactoppervlak aanraken, dat we onze handen voldoende wassen. En de omgeving waar we in komen, dan mag ik vanuit gaan dat daar niemand ziek is. Hè? Dat is natuurlijk wel een absolute voorwaarde. In principe zonder beschermingsmiddelen toe kunnen. Voel je daar niet comfortabel bij, dan zou je al nog handschoenen kunnen dragen of mondkapjes gebruiken. Maar als je die gebruikt, alsjeblieft dan wel de goede. Mooi, ja. Ik krijg nog een vraag van, of die stond al iets langer geparkeerd, van Neleman. Als de medewerker het niet nodig acht om de werkplek thuis aan te passen, zelfs wanneer de organisatie dat wil, is de werkgever dan nog verantwoordelijk, aansprakelijk, denk ik. Ja. Ja, je kunt van alles willen, maar de werkgever is heel simpel. Hij is gewoon verantwoordelijk voor de werkplek. Dan moet ik wel zeggen, als er geen harde overeenkomst ligt, dan is het wat grijs. Maar goed, met de uitspraak van de Raad met Hof van Amsterdam in de hand, kunnen we eigenlijk al de conclusie trekken dat ook daar de werkgever in ieder geval een inspanning moet verrichten om die werkplek zo goed mogelijk ingericht te krijgen. Oké, er is al heel veel discussie in de chat, dus dat is wel leuk. Oh. Ja, Ralf die ligt nog even toe voor CBS-waarneming. Doen we veel via telefoon, maar we hebben niet van iedereen telefoonnummers. Vandaar dat we huis aan huis moeten. Ja. Dus, maar daar heb je denk ik nu antwoord op gegeven. Hè, door zoveel... die filmpjes waar ik het over had trouwens, Willem-Jan, die zijn inderdaad van in preventie. Ja, top. Oké, heel mooi. Hey, geweldig. Als ik zo kijk, dan hebben we denk ik toch wel een groot deel van de vragen kunnen beantwoorden. Ik heb even snel een check gedaan. Nou, ik hoop dat jullie er heel veel plezier van beleefd hebben. Ik heb even één dingetje. Ik wil eigenlijk even een kort. Ik heb twee vragen die ik even via een poll wil uitzetten. Ik geef toe, het is ook gelijk even een test. Het is een nieuw dingetje in deze tool. Dus ik wil hem even launchen. Ik zet hem eventjes 1 minuutje open. En zou je dan de vragen willen beantwoorden die gesteld worden? Een soort evaluatie. En je kunt vraag 1, kun je 1 item aanklikken. En vraag 2, moet je iets naar onder scrollen, kun je ook even een item aanklikken. Ik ben even benieuwd hoe deze tool werkt. Dus misschien kunnen we dat nu even met elkaar testen. En dan nemen we daar even een minuutje voor. En dan kan ik intussen nog even checken of er nog nieuwe vragen zijn binnengekomen, Antoine. Ja.
Ah, Marco Goedhart, even kijken. Ik zie dat jouw vraag niet beantwoord is, zeg je. Nou hadden we ook niet beloofd dat we alle vragen zouden beantwoorden, maar ik wil in ieder geval een poging doen om de vraag nog even... Ah ja, ik zie hem al. Marco vroeg, kun je verplicht worden om overuren op te nemen tijdens deze periode? Ja. Dus kun je overuren opnemen, of kun je verplicht worden om overuren op te nemen tijdens deze periode? Ja, dat is weer een HR-vraag. Als je het niet erg vindt, ga ik daar mijn vingers niet aan branden. Ah, jammer. Richt je even naar je HR-afdeling en naar je werkgever. Die moet daar een uitspraak over doen. Nou, ik hoop in ieder geval dat je in ieder geval dat we Marco dan even de weg hebben gewezen. Antoine, ik wil jou heel erg bedanken. Ik vond het geweldig gaaf om dit te doen en om jou zo bezig te zien als een bevlogen veiligheidskundige, maar ook als een bevlogen trainer. Dus volgens mij hebben we echt iets leuks gedaan met elkaar. Ja. Ik wil jullie allemaal als deelnemers bedanken voor het deelnemen. Jullie krijgen dus uiterlijk volgende week nog een mail met de terugkijklink. En nou, we zullen kijken wat we nog met jullie kunnen delen. En voel je welkom ook bij het webinar over auditen in crisistijd, wat we volgende week donderdag met Monique gaan doen. Daar zul je dan in diezelfde mail ook nog een link voor krijgen. Dankjewel voor nu. Ik wens jullie veel gezondheid, veel veiligheid, veel wijsheid, veel liefde en alles wat je nodig hebt. Dankjewel. En ook iedereen bedankt die erbij was. Antoine, waarvan akte?